En het hek is gevallen in deze halve finale. Het laatste hek van de halve finale. Boys 15 jaar. En we kijken Ricardo de Bie. Hij gaat aan de leiding, gevolgd door een man van het dreamteam. Met plaats 57, Ronald Lemmens. Lemmens daar op 2. Lemmens komt binnen door, neemt de leiding over. Het is Lemmens 1, de Bie op 2. Wie daar op 3 zat, kan ik niet zo snel zien. Maar op 4 zit in ieder geval Michael van Leijsten van de Flying Devils. Met plaats 284. En die derde plaats, die is in handen van de 246. En die man, Bjorn Tops uit Veldhoven, gaan we zeker terugzien. Maar het is toch daar weer de Bie die leiding terug over heeft genomen van Lemmens.